Dit is het Haags Bakkie met Carla en Floris. Iedere maand je postje politiek vanuit Den Haag door SGP Jongeren. Dit keer zijn we bij het Haags Bakkie te gast in Delft. Terwijl de koffiemachine weer vrolijk ratelt. Carla, met wie zijn we hier? We zijn met Rodi van Heijs. En Rodi, wil je jezelf even voorstellen voor de mensen die jou niet kennen? Nou, ik ben Rodi en ik ben landelijk voorzitter van SGP Jongeren. Ja, en dit keer zijn we door jou uitgenodigd hier in Delft. En we gaan zo een gesprek hebben over jouw voorzitterschap en ja, de aankomende verkiezingen ook. Dus luister allemaal maar gezellig mee. Nou, Rodi, je hebt jezelf net al even voorgesteld bij het koffieautomaat. Maar kun je nog iets meer over jezelf vertellen? Ja, dat kan ik wel. Ik ben dus Rodi van Heijst. Ik ben 28 jaar. Ik werk bij de gemeente Delft, waar we deze podcast opnemen. Ik ben een aantal jaar geleden getrouwd. Ik ben dus druk met SGP Jongeren, met werken. Daarnaast volg ik ook nog een hbo-studie bedrijfskunde. Wat een hele mooie manier is om mezelf te blijven ontwikkelen. In de vrije tijd ja, voetbal ik graag. Doe ik ook een hardlopen. Dus om het een beetje allemaal gezond te houden en het hoofd af en toe leeg te maken. Ja, dat eigenlijk. Wat wil je allemaal weten? Ja, nou ja, het klinkt alsof je heel veel te doen hebt. En toch heb je tijd om ook nog voorzitter van SGP Jongeren te zijn. Ja. En wat is daar leuk aan? Wat vind jij er leuk aan? Ik vind het ontzettend leuk om leiding te geven, leiding te mogen geven aan een jonge organisatie die zich interesseert in politiek. Dat is omdat politiek mij interesseert. En ik vind het ook heel mooi om te zien hoe je ook echt kan zien hoe jongeren zich, als ze binnenkomen, zich ontwikkelen naar, nou ja, politieke junkies zou ik bijna willen zeggen. Maar echt mensen die ja, helemaal bevangen worden door de politiek. Kijk, dat zijn nog eens teksten. Want ben jij zelf altijd een politiek junkie geweest, zoals je dat noemt? Of kwam dat pas later? Nee, helemaal niet. Dat kwam eigenlijk pas veel later. Ik kom ook niet wat dat betreft uit een traditioneel SGP-gezin of zo. Dus die politiek, dat stond eigenlijk ook al heel ver van mij af. Je hoort vaak in traditionele SGP-gezinnen dat dat dan met de paplepel wordt ingegoten. Dat was bij mij niet zo. Maar dat kwam dus wel op latere leeftijd, dat die interesse kwam. En dat ik dus ook ging kijken, nou ja, welke politieke partij past er nou ook bij mijn, wat ik vind, wat ik geloof, wat ik denk, waar ik voor sta. En zo ben ik dan uiteindelijk bij de SGP terechtgekomen een aantal jaar terug. En nou ja, ik wilde mezelf daarin ook ontwikkelen. De interesse was er, dus ik dacht ik wil daar meer van weten. En nou ja, toen heb ik gesolliciteerd op een functie bij SGP Jongeren. En zo kun je het van nou totaal niet geïnteresseerd of klein beetje interesse schoppen tot voorzitter van de SGP Jongeren. Zo zie je maar. Het kan verkeerde, zou Breder zo zeggen. Hey, en jij bent voorzitter sinds eind 22? Begin 22. Ja. En dan bestaan jouw taken dus uit het besturen, het aansturen van het bestuur, zou ik maar zeggen, van de SGP Jongeren. Maar ja, ook met het hamertje af en toe flink op het kanseltje slaan. Ja, met de ledenvergaderingen heb ik het hamertje wel altijd bij me. Dat hoort er dan toch ook een beetje bij, hè? Maar in de dagelijkse rijlen en zeilen loop ik niet de hele dag met die hamer te zwaaien. Ik ben hem zelfs al een keer vergeten op een ledenvergadering. Deed je het toen met je hand? Of? Ja, dan deed ik het zo met mijn hand op tafel slaan. Ja. Maar dat was toch een beetje. Ja, het was ook de eerste ledenvergadering die ik mocht leiden. Dat was toch wel een beetje. Ja, dat ik een beetje voor paal stond. Gelukkig had ik wel het belangrijkste bij me. En dat was de bestuursbijbel. Die had ik wel bij. Dus het werd me ook wel weer vergeven, zeg maar, dat ik die hamer niet bij had. Kijk. Ja, dat zijn mooie teksten. Het is inderdaad veel wat wij veel horen, Carla en ik, is dat eigenlijk jongeren weinig interesse in de politiek hebben. Dat is ook wel een reden waarom we deze podcast maken. Om die interesse toch wat meer op te wekken. Om het wat meer duidelijker te maken. Het belang van jongeren in de politiek, kun je daar iets over zeggen? Je bent zelf nou bijna geen jongere meer, zou ik bijna zeggen. Of hoe zie jij dat? Nou ja, 28, hè, dan zit je al wel een beetje aan het einde van jongeren zijn. Ik weet niet wat ertussen, vanaf wanneer je dan oud bent. Ik noem het gewoon een volwassen jongere. Een volwassen jongere. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat. En ik ben al wel een tijdje natuurlijk politiek geïnteresseerd. Het is niet pas dat op mijn 28ste kwam of op mijn 27ste. Maar het belang zit er wel heel erg in dat.
Kijk, politiek die gaat natuurlijk ook over jou. En er worden ook keuzes gemaakt die gaan over de volgende generaties. Nou, dat zijn wij dan. En daar reken ik mezelf voor het gemak ook even onder. Dus het is ook wel, vind ik, heel belangrijk om je daar een beetje in, ja, kennis mee te maken. En te bedenken van, ja, wat vind ik er eigenlijk van de keuzes die gemaakt worden op lokaal niveau of op provinciaal niveau, maar zeker ook op landelijk niveau. Ik bedoel, uiteindelijk merken we dat allemaal. En gaat het ook, want regeren is vooruitzien, gaat het ook over onze toekomst. Ja, precies. En hoe zou jij jongeren die zich meer wil gaan verbreden in de politiek, hoe zou je dat voor je zien? Hoe kan een jongere die als eerste kennis maakt met politiek, hoe kan hij dat doen? Nou, als je de, ja, niet de interesse nog niet helemaal hebt, zou ik zeggen, begin zo low-key mogelijk. Hè. Ik maak gewoon kennis met de organisatie, luister gewoon naar wat anderen te zeggen hebben. Zo heb ik het in ieder geval gedaan, want ik kwam ook dus met een beetje interesse binnen. En dan het idee van, ik ga mezelf daarin ontwikkelen. En dan is het ook gewoon goed om heel veel te luisteren en, nou ja, soms ook dingen op te schrijven, dingen te onthouden, zelf veel dingen te lezen. En zo is dat bij mij gaandeweg, ja, ontwikkeld en ben ik steeds meer van de politiek gaan begrijpen. En toen heb ik ook wel gemerkt dat ik het steeds leuker ging vinden. Ja, en als je dan ook nog naar het Haags pakje luistert, dan moet het eigenlijk helemaal goed komen. Ja, dat is zeg maar, ja, net dat kleine duwtje wat iedereen nodig heeft. Juist, kijk, dat zei in mijn tijd was die er niet, hè? Nee, precies. Nee. Kan je nagaan waar je nu geweest was, ja, als die podcast er toen geweest was? Het wordt je nu wel heel makkelijk ja, gemaakt. Ja, het wordt nu wel heel makkelijk gemaakt. Hey, er zijn best wel wat dingen die gaan veranderen. De dingen die al veranderd zijn. En dat bedoel ik dan even om het bij de SGP te houden. We hebben een nieuwe fractievoorzitter gekregen. Meneer Stoffer, Chris Stoffer voor Intimie gaat de schip aansturen. Hoe zie je dat? Ik neem aan dat je dat positief ziet. Het zou wel een bommetje zijn als je dat niks zou vinden. Nee. Hoe gaat dat? Hoe dat gaat? Nou ja, in die zin, jij bent voorzitter van de SGP Jongeren. En nou, er komt een nieuwe voorzitter bij de SGP, bij wijze van spreken. Of een fractievoorzitter bij de SGP. Ja. Heb je het er dan ook samen over? Of we gaan richting de verkiezingen toe? Met Christoffer bedoel je? Bijvoorbeeld? Nou, nee, ik heb het er niet zo met hem over gehad. Het is ook niet dat ik hem een dagelijks spreek of zo. Heel af en toe hebben we wel eens contact. Ik woon ook wel eens de fractievergaderingen bij. Dus dan spreek je elkaar even. Maar goed, ik zag het nieuws ook en toen heb ik hem gewoon gefeliciteerd. Ja. Een mooie klus, maar ook meegegeven. En dat meen ik ook oprecht dat ik er alle vertrouwen in heb. Wat ik van Christoffer wel gezien heb, is dat het echt een man is met humor. Ook het nodige relativeringsvermogen, wat je in de politiek ook nodig hebt. Maar wel iemand die staat voor, ja, de principes van de partij. En dat dan ook wel op een eigen tijdse, hedendaagse manier weten uiten. Zonder afbreuk te doen aan die boodschap. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Kees heeft het echt heel goed gedaan, altijd. En als Kees had besloten om door te gaan, dan, ja, was ik daar ook heel blij mee geweest. Ik zou ook willen zeggen, ik ken ook eigenlijk niet anders dan Kees van der Staaij. Nee. Want dat is dan een leuk feitje. Kees van der Staaij kwam in de Tweede Kamer bij de SGP. Toen was ik 3. Ja. En ik ben nu 28. Dus ik weet ook niet. Bas van der Vlies heb ik als fractievoorzitter niet heel bewust meegemaakt, omdat mijn interesse bij de politiek nog niet zo aanwezig was. Dus voor mij is het ook, zeg maar, de SGP niet anders dan Kees van der Staaij. Dus die had ook, ja, de volledige steun gehad. Maar ik denk dat we in Christoffer echt een hele mooie opvolger hebben. Ja, dat denk ik ook, ja. Denk je niet dat het bestuur beter een wat jongere kandidaat had kunnen kiezen voor die rol? Rodi van Heijs bijvoorbeeld of zo? Nee. Ik ben enorm fan van. Ja, nee, echt niet. Het is natuurlijk een hele eervolle taak, maar ook een hele zware taak. Je bent de politiek leider van een politieke partij. Het is ook wel goed als je in zo'n positie iemand hebt, of op zo'n positie iemand hebt die ook wat levenservaring heeft, wat ook wat ervaring in de politiek heeft. Nou ja, we weten dat Kees van der Staaij ermee stopt. We weten dat Roelof Bisschop er ook mee stopt. Mm-hmm. Dus eigenlijk onze kamerfractie viel uit elkaar in die zin dat er maar één overbleef. Yeah. En dan kan je ervoor kiezen natuurlijk om iemand van buitenaf neer te zetten. En dat zou misschien ook wel voor een hele andere dynamiek zorgen. Maar ik ben juist wel heel erg blij met de lijn die het bestuur gekozen heeft om aan Christoffer te vragen of hij daartoe bereid is. Yeah. En dan komt, nou ja, de vernieuwing die komt dan daaronder wel. Want ja, met 2 Kamerleden die niet meer terugkeren, zullen daar toch ook 2 of 3 Kamerleden voor terug moeten komen.
Ja, nou, het is opgenomen en ik ben het wel met je eens. We gaan ook aan Chris vragen of hij het met je eens is. Want dat tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten. We hopen Chris binnenkort ook te spreken. Of hij zelf vond dat hij de beste keuze was? Ja, nou, dat wil ik graag van hem horen. Oké. Nee, maar even, oké, helemaal goed. En dan een versnelling terug. Nou, SGP Jongeren, voorzitter Rody. Wat doen de SGP Jongeren nu in de aanloop naar de verkiezingen toe? We hebben het net gehad over de niet zo geïnteresseerde jongeren in politiek, maar die diehard, die politieke junk, wat kan die doen voor de SGP en voor de verkiezingen die eraan zitten te komen? Nou ja, we hebben überhaupt binnen SGP Jongeren echt wel een aantal mooie vacatures openstaan. En voor mensen die heel erg veel interesse en of misschien ook wel heel erg veel afweten van de politiek. Dus politieke commissies hebben we. Maar ook mensen die juist denken van ja, ik vind het heel goed dat SGP Jongeren er is. Ik onderschrijf de boodschap. Maar ik ben niet zo vertrouwd met de politiek. Maar ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om vorm te geven. Dus logo's maken, flyers maken. Grafisch talent, inderdaad. Ook daar hebben we mooie vacatures voor. Dus eigenlijk kan iedereen binnen SGP Jongeren wel een plekje vinden om zijn of haar talent te ontwikkelen. Super tof. Dus je hoeft niet direct voorzitter te worden. Je kunt ook gewoon... Nee, ben ik ook niet geworden. Nee, precies. Ik heb eerst jarenlang in de commissie Binnenland gezeten, waarin ik dus me heel erg bezig hield, samen met een aantal andere mensen, over thema's die bij binnenlandse zaken horen. Leuk. Ja. Hey, waarom is het belangrijk dat we jonge mensen zien in de politiek? Die zich daarmee bezighouden. Of is dat helemaal niet belangrijk? Ja, dat is nog maar de vraag. Nee, ik vind dat wel heel belangrijk. Het is een goede mix. Hè? Idealiter heb je een goede mix van wat jongere mensen, oudere mensen. Omdat juist die politiek voor iedereen en over iedereen gaat. En volksvertegenwoordiging, het woord zegt het al, dat vertegenwoordigt het volk. Daar vallen jongeren ook onder. En ik denk dat het voor jongeren makkelijker wel is om zich te herkennen in iemand die ook wat jonger is dan in iemand van, laten we even zeggen, met alle respect ook, van iemand boven de 50. Daar kan je je ook wel in herkennen, maar als jongere sluit die leefwereld toch misschien net wat minder aan. Dus juist die mix tussen juist wat jonger talent en wat weer ervaren mensen, vind ik heel belangrijk in de politiek. Ja, juist. Duidelijk. Ja, ik vind het tot nu toe vind ik het enorm goed gaan. Er komen louter wijze teksten uit, vind ik dan. Ja. Nou, ik wil toch een beetje ook vooruit gaan blikken. Want we zitten hier niet met. We zitten hier gewoon met de voorzitter van de SGP Jongeren. Wat ik hartstikke leuk vind. Wij kennen elkaar natuurlijk al, want wij zijn ook ooit door een sollicitatie heen geweest. Dus daar kwamen we ook aan een tafel te zitten. Daar zat jij ook bij, geloof ik. Of was dat? Is dat was een andere? Nee, ik zat daar niet bij. Maar ik denk dat er wel anderen van het bestuur bij zaten. Maar die brieven door naar jou dan? Ja, nou, kijk, je moet me ook niet overschatten. Ik laat ook veel vrijheid bij de rest van het bestuur. Het zijn ook allemaal hele wijze mensen die echt wel beslissingen kunnen nemen. Maar goed, ik was er natuurlijk wel van op de hoogte dat dit speelde. Leuk. Ja, dat is inderdaad. Ik val een beetje door de mand dan met deze opmerking, maar dat geeft helemaal niet. Maar als jij nou eens vooruit moet blikken. Dus 27 november uit mijn hoofd hebben we de verkiezingen. 22. Nou, anders ga jij op 27. 5 dagen eerder, dan ga ik op 27. Dit is zo jammer. Wat is het droomscenario? Hoe zie jij het voor? Als je een kleine voorspelling moet doen met een beetje slag om de pols. Ja, en een beetje realistisch slag om de ook. Arm natuurlijk, ja. Ja. Zit er lekker in. Ja, maar ook een beetje realistisch of... ik kan wel zeggen 86 zetels voor de SGP. Nou, laten we het realistisch houden. Nee, dan zou het echt heel mooi zijn als wij na een aantal jaar van een stabiele factor te zijn geweest in de Tweede Kamer. Hè, al een tijdje op 3 zetels. Dat we nu ook die stap kunnen maken. Constant stemmenwinst ook. Hè. Iedere verkiezing zag je dat er meer mensen op de SGP gingen stemmen. Dus het zit er wel echt in. Maar dat we dat nu ook om kunnen zetten naar een mooie 4e zetel. Ik denk dat dat voor Nederland heel erg goed is. Ja, en volgens mij is het zo dat we moeten hopen op regen. Want SGP's gaan altijd. Ja, als ze een paraplu hebben wel, denk ik. Ja, dat denk ja, ik ook. Ja. Ik heb dat ook wel eens gehoord, maar ik zou er natuurlijk zelf nooit voor willen pleiten. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen echt gaan stemmen. En dat doen bij een partij waar ze zich ook thuis bij voelen. Dat is hoe het in deze democratie werkt. En juist ook met het vertrouwen wat op dit moment zo laag is van mensen en ook jongeren in de overheid in zijn algemeen, maar de politiek dan in het bijzonder, denk ik dat het heel belangrijk is om wel aan te blijven moedigen om te gaan stemmen. En ja, dan moet die politiek ook wel wat mij betreft echt gaan werken om dat vertrouwen terug te winnen. Dat moet op een hele duurzame manier, want dat moet dan weer echt bestendigen in de samenleving. Maar dat nu op een dieptepunt is, dat vind ik echt wel heel zorgelijk. En ja, de overheid en ja, de politiek, die maken fouten. Het zijn net mensen, zou je bijna zeggen. En daar mogen we ook wel een beetje begrip voor hebben.
In de zin van fouten worden overal gemaakt waar de mensen werken. En die zijn ook gemaakt. En dat is in sommige gevallen ook heel kwalijk, omdat het misschien ook wel willens en wetens is gebeurd. Ik bedoel, we moeten het ook niet helemaal bagatelliseren. Want als je kijkt naar Groningen, als je kijkt naar toeslagenaffaire, heeft dat mensen echt in hun bestaan geraakt. Of in het huis waar ze in wonen, dat toch niet meer veilig is. Of nou ja, toch grote schulden, kinderen afgenomen, onterecht. Dus dat gaat echt wel heel ver. Menselijke maat misschien. De menselijke maat. En het wantrouwen is in die zin misschien ook helemaal niet zo gek en verklaarbaar in sommige gevallen. Maar het is wel zaak en taak om met elkaar wel weer aan dat vertrouwen te gaan werken. Want alleen op die manier komen we echt met elkaar verder. Als we geen vertrouwen meer hebben in onze politiek, geen vertrouwen meer hebben in onze overheid. Maar dat geldt andersom ook als de overheid geen vertrouwen meer heeft in burgers. Ja, dan ga je geen mooie toekomst tegemoet. Dus daar ligt een taak voor ons allen. En die ligt primair bij de politiek om dat vertrouwen echt terug te winnen. Absoluut, ik ben het weer met je eens. Je had het er net al over die stabiele drie. Nou, die stemtoename. We zitten best wel in een veranderend politiek landschap. Hè? De nieuwe politieke partijen. Ze worden links en rechts allemaal gepresenteerd. Ook met het vertrek van heel veel Kamerleden, zittende Kamerleden. Zie jij kansen voor de SGP in een coalitie? Met een BBB en een meneer Omtzigt die groot wordt? Of is dat... Neem even mee in jouw gedachten. Van Pieter Omtzigt weet je globaal wel waar die staat. Maar ik heb in ieder geval nog geen programma van hem gezien. Dus dat is wat lastig beoordelen. Datzelfde geldt ook een beetje voor de BBB. Waar die toch wel standpunten soms hebben waarvan ik denk... Nou, dat vind ik heel goed. Hè? Net als wij, als de SGP... Voor de landbouw, sterke visserij. Ja, wij zijn het al jaren. En zij sluiten zich daar als grote beweging nu bij aan. Dus ja, goed, dat bevalt mij natuurlijk wel. Ook de nuchtere manier van politiek bedrijven, die spreekt mij soms wel aan. Dat proberen wij zelf denk ik ook wel altijd wel te doen. Hè. Ook, poot in de klei noemen we dat dan. Maar een coalitie vind ik wel lastig hoor. Want als je kijkt naar wat er in Nederland toch ook allemaal gebeurt. Op allerlei terreinen, als we kijken naar... het leven, hoe er met het leven om wordt gegaan. Als ik kijk naar hoe er met het traditionele gezin wordt omgegaan. Vind ik dat ook wel lastig om daar als SGP misschien wel een handtekening onder te zetten. De andere kant is wel dat als je dingen wil bereiken, dat je soms juist ook wel die gedurfde stap naar voren moet zetten. En dat je dan ook de dingen kan bereiken die je wil bereiken. Ja. Maar goed... moet je ook altijd onthouden, in een democratie moet je en in coalities moet je altijd concessies doen. En ik denk ook dat de SGP daar altijd wel toe bereid is, tenzij het om de hele principiële zaken gaat. Want goed, daar zijn we uiteindelijk voor opgericht. Ja, want ik ga hem zo weer aan Carla geven, ik ben alweer veel te lang aan het woord. Maar jij maakt je hard voor het leven. Onder andere inderdaad, kun je er iets meer over vertellen? Je bent ook betrokken bij de Week van het Leven onder andere. Ja, daar zijn we als SGP Jongeren ook bij betrokken, zelfs mede-organisator. Dat was ook al voor mijn tijd zo. Maar dat heb ik wel graag voortgezet toen ik voorzitter werd. Die Week van het Leven die komt er weer aan. Die is 2 weken voor de verkiezingen. Daarin vragen we specifiek aandacht voor het vele ongeboren leven wat in Nederland vroegtijdig wordt afgebroken. En dat is een hele verdrietige situatie. Soms zijn er allerlei argumenten voor, zoals economisch en dat soort zaken. En ik vind echt dat we de plank als samenleving met elkaar flink hebben misgeslagen als het ongeboren leven wordt afgebroken. Omdat mensen zeggen, ik kan het niet betalen. Het leven is zo kostbaar, zo waardevol, geschapen door God. Dat ik vind dat ook de politiek daar wel een taak in heeft om dat te beschermen. En daar is die week voor, om daar aandacht voor te vragen. En daar verleen ik mijn steun uiteraard aan. En dat is denk ik ook een oproep naar iedereen die luistert. Om zeker te tonen, erbij te zijn op die Week van het Leven. Het zijn altijd En in het bijzonder, als ik dat dan toch even mag benoemen... Zaterdag 11 november bij Deo voor Lente is de Mars voor het Leven. Dat is in Den Haag. Ja. Dan wordt er een stille Mars voor het Leven georganiseerd door Stichting Schreeuw om Leven. Zet het in je agenda en beleven en welzijn. Kom daarheen, want het is de unieke manier om met elkaar te laten zien dat we aandacht willen vragen voor dat ongeboren leven. En dat sluit ik me volledig bij aan. Zeer mooi zijn als daar veel mensen op afkomen. Super. Heb jij nog één laatste boodschap voor de SGP-jongeren om af te sluiten?
Voor de SGP jongeren. Voor de luisteraars. Voor de luisteraar. Ja, allereerst word lid. Word actief. Meng je bij ons, meld je bij onze evenementen. We organiseren evenementen voor alles en iedereen. Het is lang niet altijd politiek. Uiteraard wel veel politiek, want we zijn een politieke jonge organisatie. Maar meld je aan en kijk waar jij ook jouw talenten kunt ontwikkelen. Waar je kunt leren, waar je nieuwe vrienden kan maken. En dan werken we samen met elkaar aan de toekomst van onze partij. En de mensen die niet op de SGP stemmen, die niks met SGP jongeren hebben, heb je daar ook nog een boodschap voor? Nou, ga eens met ons in gesprek. Want ik merk dat er toch vaak, en dat hoor, krijg ik ook vaak, oh, jij bent van de SGP, dan zal je wel zus of zo. Ga nou eens met mij in gesprek. Ik sta altijd open voor het gesprek. En ik weet dat heel veel SGP-jongeren openstaan voor een gesprek. En dan zal je zien dat we echt in een goed gesprek ook, misschien niet nader tot elkaar kunnen komen, maar in ieder geval wel wat begrip voor elkaar kunnen opbrengen. En dat is toch ook, het woord zegt het al, we zijn een samenleving. En in een samenleving moet je nou eenmaal samenleven. En dat gaat het beste als je in ieder geval elkaar begrijpt. Kijk, ik ga het woord aan Carla geven om jou te bedanken. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik heb er een hoop van opgestoken. Dank voor je wijze woorden. Ik geef hem over aan Carla. Nou, Rodi, dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, nou ja, dank dat jullie er wilden zijn. Jullie zijn eigenlijk bij mij te gast natuurlijk. Ja, dat is waar. Dank voor de lekkere koffie. Graag gedaan. En wie weet, tot ziens, tot horens. Ja, tot ziens, oké. Dit was het Haags Bakkie, de podcast van SGP Jongeren. Ga voor meer informatie naar sgpj.nl/podcast. Tot de volgende keer.